Dit gaat niet over een idee van mij persoonlijk. Ik mis alleen in de discussie over de conceptplannen, zeg maar, een referentiekader en laten we zeggen een toetsingsmogelijkheid, toetsingsstructuur. Ik wil het op deze drie hoofdpunten proberen aan te geven. Hoofdrolstructuur, biodiversiteit en recreatie. Allereerst hoofdrolstructuur. Wat is nou eigenlijk de hoofdrolstructuur? Groen is belangrijk, vinden we allemaal. Dat zegt ook de centrale stad. Ook, sorry. In een figurende structuurplan. Maar het belangrijkste groen van de stad wordt beschermd, feitelijk beschermd, door het opnemen in de hoofdrolstructuur. En dat maakt dan weer deel uit van structuurplan. Hartstikke technisch, maar het plankaart die bij de structuurplan ook hoort, ja, dat komt hier inderdaad in de project ook al weer ietsjes minder over, maar je ziet, zeg maar, in het hele stedelijke beloop van de Amstel mist enig groen op de kaart. Hoofdgroenstructuur omvat hier langs de loop van de Amstel gelukkig wel een aantal gebieden, maar het duurt ook park, Zorgvliet, Amstelpark en hier de Groene Staart. Die op de detailkaart van ons stadsdeel wat herkenbaarder ziet. Hier de hoofdgroenstructuur wordt hier bepaald door het Oosterpark, Dankkanaal, de Nieuwe Oosterbegraafplaats en de Groene Staart. Dit lijkt hetzelfde kleur te zijn, maar dat is niet zo, dit is juist bedrijventerrein. Dus dit is deel van de hoofdgroenstructuur, belangrijkste groen uit, van de stad. Functioneel gezien wordt getypeerd als een schakelpark tussen stad en het platteland, en dat zie je hier vanuit deze toren, zie je dat eigenlijk al geweldig goed, maar hier misschien nog iets mooier geïllustreerd. Hoe zo'n groene punt zich langs de Amstel glijdt tegen de hele stedelijke bouw aan eigenlijk. In de structuurvisie van Amsterdam, die in december pas definitief zal worden vastgesteld, maar er staat letterlijk te lezen, de komende 20 jaar moeten we investeren in de toegankelijkheid van ons groen. Met name op belangrijke schakelplekken in de stad als Amsterdamse Bos wordt gesteld en de kop van de Amstelschip. Daarbij wordt dus dit gebied aangegeven. Amstelgrecht is dan het poldergebied buiten de stad. Het grote groene gebied buiten de stad. Oost-Stralingersmeer, ons stadsdeel, heeft duidelijke visie, trouwens bij groen uitgesproken in het groene structuurplan. Visie is gericht op koesteren van waardevol groen, met als doelstelling aaneensluiten de ecologische groene en blauwe structuur te bereiken, het realiseren van goede recreatieve verbindingen en te komen tot een differentiatie en een kwaliteitsverbetering van dat groen. Daar is de Groene Staart aangemerkt als een gebied met een hoge natuurwaarde. Een Oosterpark bijvoorbeeld, wat wel deel uitmaakt van de hoofdgroenstructuur, dus wordt gezien als belangrijk groen voor de stad vanuit de functie van rust en stilte, heeft een lage natuurwaarde. Net zoals helaas het hele binnenstadse verloop van de Amstel. Een lage natuurwaarde wordt toegekend. Oost-Waardegasmeer zegt van zichzelf, we zijn een groen stadsdeel en we willen met ecologisch beheer een meer natuurlijk karakter krijgen en we willen door stimuleringsmaatregelen diversiteit bevorderen. Komen vanzelf op het tweede onderdeel van de presentatie, biodiversiteit, verscheidenheid aan soorten. Wereldwijd neemt die helaas dramatisch af. Er zijn initiatieven genomen en de beweging Countdown 2010 wellicht, heeft een verklaring opgesteld waarin als overkoepelend doel wordt aangegeven te bereiken in 2010, dus drie maanden na, nu is het 2010, maar laten we zeggen eind 2010, hebben we nog een jaar te bereiken dat bestuurlijke organen op alle niveaus alle benodigde stappen hebben gezet om verder verlies van de biodiversiteit te voorkomen. Een hele ambitieuze doelstelling. En vandaag, precies drie jaar geleden, is deze doelstelling onderschreven door ons stadsdeel en daar ben ik hartstikke trots op. Er is ook heel wat te beschermen. In de inventarisatie van een aantal jaren geleden zijn alleen al in het Oeverbos 98 diersoorten waargenomen, zo'n 50 soorten zoogdieren en vogels. En in een veel recentere soortspecifieke inventarisatie is daarbij ook een aantal zeldzame en beschermde diersoorten
waargenomen in die grotere gebieden van de groene staart. Dit is dus al met al een verduiveld belangrijk gebied vanuit natuuroogpunt gekeken. Kijken naar recreatie. Ja, dit is echt lommaken. Nou, dit valt een beetje weg, maar de essentie. Groene Staart is aangemerkt als een kerngebied recreatie, net als alle andere onderdelen van die hoofdgroenstructuur. Dus het Oosterpark wordt gezien als belangrijk, Frankendaal, ook de nieuwe Oosterbegraafplaats en ook de Groene Staart. In de parken en de begraafplaats ligt de nadruk uiteraard op groen, rust en stilte. In de Groene Staart is dat momenteel eigenlijk geconcentreerd op de boerenverenigingen, Bostuincomplex en zuidende Rozenburg, de sportvelden. Ook daar is behoefte aan groen en stilte, maar die zal zeker fors gaan toenemen als over 10, 20 jaar hier om de hoek het hele blokgebied over de Amstel gerealiseerd zal zijn, waar op die termijn zo'n 4000 nieuwe woningen uit de grond komen, met zo'n 6000 naar verwachting nieuwe bewoners die ook allemaal willen recreëren. Dit komt al helemaal niet over, maar in dit hele omvorming staan ook al wat nieuwe fietsverbindingen aangelegd vanuit Overamstel naar dat groengebied van die Groene Staart. De logische route, dat hoeft dan dus straks allemaal niet meer over het ons welbekende bruggetje naar de prachtige lonkende Groene Vergezicht. Nu begrijpen we misschien ook beter, gezien dus die ligging van dat Overamstel tegen dit gebied aan, waarom op die dia die net dit zien, de stad al anticipeert op een investering de komende 20 jaar in de toegankelijkheid van dat groen. En dan is nu snappen we ook beter waarom dit als een belangrijke schakelplek wordt gezien. Die druk vanuit recreatief oogpunt zal op dit gebied beduidend gaan toenemen. Nou, dit is, dat lees je maar een keer terug op de site. Het oeverbos en de omgeving is op zich, heeft een ontzettend groot potentieel zeg maar, om aan die recreatieve behoeften te voldoen, zij het dan dat qua geluidsdruk het wegverkeer wel degelijk een zorgpunt is. Straks, als die A2 straks wel in stadsstraat wordt, zal de druk daar vandaan misschien wat afnemen. Maar met de uitbreiding van de spoorverbinding op de Rozenburgbrug zal dat weer gaan toenemen. Dus dat is wel degelijk een aandachtspunt. Er zijn natuurlijk wel best meer aandachtspunten en er zijn heel veel deelnemers op de site geweest die briljante en leuke ideeën en dan heb je ook makkelijk uitvoerbare ideeën gegeven om die zaak op een aantal punten te verbeteren, toegankelijkheid te verbeteren door maak een paar banen erbij, bereik een open plek, breid de recreatiemogelijkheden uit door wat toestellen, misschien een uitkijktoren. Toen ik hier net uit de raam keek, dacht ik, ja, er moeten er 4 van neergezet worden. Versterkte natuurwaarde, geluidsafscherming is wat dat betreft misschien een relatief ingrijpende, wel marginaal belangrijk. Plaats van nestkasten, een kleine boel aanleggen is geen groot project. En zorg dat het publiek goed geïnformeerd wordt. Nou, dat is een inventarisatie van heel veel punten die dus door eigenlijk nu allemaal zijn aangegeven. Er komt een afsluiting. Ik sta hier vandaag niet om de juiste antwoorden te formuleren. Ik probeer wel om goede vragen te stellen. En ik denk dat een heel belangrijke vraag al door de redactie van de website bij de agenda is gezet. Hoewel we het dus heel, ja, dat hele project graag heel breed bekijken en echt niet moeten vergeten wat er allemaal ook tussen de Amstel en de Wibautstraat, tussen Singelgracht en Amstelstation plaatsvindt en zeker zal plaatsvinden wat hier over Amstel gaat plaatsvinden. Wordt toch ook daar de vraag gesteld, ja, wat willen we met het oeverbos? En dat is natuurlijk goed denkbaar dat je alles afwegende toch tot de keuze komt om nieuwe bestemming te geven aan zo'n gebied. Al maakt het deel uit van de hoofdgroenstructuur, al heeft een hoge natuurwaarde, al is het een kerngebied recreatie.
Maar ja, ik durf toch te hopen, gezien de visie die de stadsdeel en de centrale stad hebben uitgesproken, dat toch bij het opstel van masterplan gekozen gaat worden voor behoud en versterking van natuur- en recreatiefunctie.